Welkom bij een nieuwe video en ik ga je meenemen naar een paar kringloops die ik heb bezocht. Nou, ik heb vandaag les gegeven. Ik had ook allemaal styling, panties, sokjes, panties, kousen, noem maar op. En hetgene wat overbleef, heb ik afgegeven bij de kringloop in Hilversum. En daar ga ik ook nog even snel een kijkje nemen. Ik zie een heel leuk stoeltje. Maar wel een hele lage leuning, maar wel heel mooi. Oh ja, luchtalarm zijn hier. Wat gek om zo in de middag bij een kringloop te zijn. Zoveel reuring, dat ben ik helemaal niet gewend. Ik zie iets heel leuks. Stippenstropdas. Dat kan wel heel grappig zijn. Dit zijn echt prachtige laarzen, helemaal 70s, 80s. Dit is wel echt een parel hoor, jongens. Kijk. Een parel, maar niet voor mij. Nou, het is altijd lekker om te struinen. Dit doe ik nu ook omdat het heel druk is op de weg. Dus ik ga later terugrijden. Ik heb het hier nu wel gezien. Buiten regent het. Ik heb wel mijn regenjas aan, maar het is heel erg warm. Dus altijd lekker. Afleiding. Leuk struinen. Maar niks zien. Ik ben in Utrecht. Ik denk, ik ga toch heel eventjes die kilo vintage binnen. En voor je het weet heb je wat dingen in de handen. Dus ik denk, oh my god. Heel mooi silk. Dat weet ik natuurlijk helemaal niks. Kost dus ook niks. En een rode spencer vind ik dus heel leuk. Ik ga verder kijken. In Den Haag. Ik ga bij Rattenplan Den Haag even kijken. Die grote, de hele grote. Ik heb wel even zin om te struinen. Lekker kringlopen. Lekker ouderwet. Het is een stormy day. Dus ik hoop dat ik ook wat stormy dingetjes vind. Ik zie heel veel mensen met massa kerstspullen uit die winkel komen. Ik heb het idee dat dat een beetje een grote kerstshow hier is. Dus zo, die man hier heeft de hele kar vol. Ik ga dus snel naar binnen. Ik hoop dat ik ook meer andere dingen vind dan alleen maar kerstspullen. Utrecht had ik trouwens niks meegenomen bij die Kilo Vintage. Wel hele leuke dingen. Past ook allemaal. Maar ik had gewoon, dat heb je soms, geen zin om dingen te kopen. Zie je niet heel vaak bij mij, of ik meld het niet, maar dat was nu dus het geval. Nu heb ik wel zin om dingetjes te vinden en te kopen, dus ik ga snel naar binnen. De muziek staat heel hard, dus ik kan niet te veel praten denken, maar ik zie het heel tof, kijk. Ik zie hier inderdaad een hele grote kerstafdeling. Ja, moet ik er aan geloven, hè? Binnenkort. Wat een gekke huis. Echt, mensen staan helemaal, aan het plunderen hier. Iets wat ik totaal niet heb, hè? Iets met kerst en versiering en zo. Ik laat het altijd helemaal aan anderen, maar de mensen gaan helemaal los hier. Dat ik denk. Wel goed natuurlijk dat dit gebeurt. Hè? Veel recyclen en ook kerstspullen. Niet alles nieuw te kopen. Nou, kijk dan. Mega veel spullen. Dat kan je natuurlijk ook voor andere dingetjes gebruiken. Die ornamenten. Dat is wel heel grappig. Dus als je anders gaat kijken, voor bijvoorbeeld aan een ketting of zo, of leuke oorbellen. Hè? Ik vroeg ook altijd al kerstballen in de oren.
vond het helemaal geweldig. Weet je wel, alsof ik iets heel cools bedacht had. Ik ben gelijk boven gaan kijken, want ik werd overweldigend van het ticket. Ik heb er helemaal geen zin in. Nou, de poppen staan klaar. Grappig tasje dit. Ik kan nu gelukkig even praten als reclame op de radio. Want ik sta wel knettertje hard hier. Nou, grappig. Komt er iemand tegen die mij volgt en zegt, oh wat leuk. Nou, fijn dat ik mensen kan inspireren door ook anders te gaan kijken naar kleding, maar ook meer te gaan durven dragen. Dat vind ik heel tof. Wat een mooi topje is dit. Kijk, heel mooie kant. En hij kost €2,50. Soms zie je hele mooie parels. Edgar Vos. Ze vragen. €2,95. Hele mooie rok. Heel mooi gele. Komt niet zo over, maar is wel al hersteld ook. En dit, dus ik neem het niet mee, pas sowieso niet, maar wel heel mooi ding. Dameskleding viel een beetje tegen. Oh. Grappig. Dus dames, niet veel. Ik ga eens kijken wat ik bij de schoenen tegenkom. Misschien wel hele toffe laarzen. Ik zie gelijk deze. Is niet gevoerd, maar misschien ook wel een heel klein maatje. Maar heel leuk, heel leuk. Nou, bij de jasjes zie je twee hele mooie. Dit is met een zwart met bruin. En een hele mooie anthraciet, double breasted. Nu ben je eens te buiten aan, maar hoe leuk is dit? Het is van Hans Ubbink, dus echt een hele goede designer in Nederland. Heel mooi stuk. Waarschijnlijk krijg ik heel veel spijt. Ik ga hem niet doen, hij is toch net te klein. Dan zou ik hem toch weer verkopen, maar ik gun het ook wel gewoon iemand anders. Dus een hele toffe jas, beide mannen, oh my god. Paslengingen 244 vrouwen, het beste. Ik denk tijdens het editen, Edith, dat ik spijt heb. Maar goed, ik heb genoeg jassen. Ik heb wel andere dingen die ik nog mee ga nemen. Ik ben goed geslaagd. Nou, ik zei het is een stormy day. Op naar huis en laat ik je zien wat ik aangekocht heb. De storm getrotseerd, die bij me thuis. En ik zei al, ik heb zin om te struinen, ik heb zin om te kopen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een aantal dingen meegenomen. En die tas was echt match in heaven met mijn outfit vandaag. En ik ben altijd op zoek naar grote tassen, maar niet, weet je wel, van die shoppers, big shoppers. Ik vind dit wel heel grappig. Het is een funny tas.
En voor 2,95 vind ik dat heel leuk. Gooi in de auto, heel veel boodschappen, dat heb ik ook wel in dingen. Maar als ik gewoon de stad in ga, vind ik het wel heel leuk om dit te doen. Dus die heb ik en die heb ik gevuld. En inderdaad, die hele mooie, bijna ongedragen, nog nieuwe blazer. Ik heb nu eens gekeken naar het merk. Bisschop Taylors. Die heb ik meegenomen. Hele mooie, mega donker anthracite. Dus tegen het zwart aan, maar heel mooi glans. En echt heel groot oversized. Want dat is natuurlijk bij mij altijd de vraag, hè. Heb je maatje 38, is oversized natuurlijk al heel snel. Bij mijn maat niet. Dus ik ben altijd op zoek naar een grote deel. Deze kan ik zelfs naar dicht doen. Kan ik gewoon dicht doen, doe ik niet. Maar het is wel heel mooi. En ja, ik heb ook wel veel van die blazers. Eentje ga ik ook wegdoen. Die is net te krapjes, vind ik, om op fashion manier te dragen. Op mijn manier te dragen. En dit is wel echt een mooie. En, verbaast mij, de blazer is dus maar 5,95. Dat zie je niet in alle rattenplans. Wel in die in Den Haag dus, blijkbaar. Goede prijs. Maar het was natuurlijk sowieso gek qua kerstspullen. Ik kon ook weinig filmen in de winkel. Het was heel veel muziek, harde muziek. En dan krijg je toch gedoe met je rechten en met YouTube en alles. Heb ik nog zo'n zin in. Dus dan film ik maar even zonder iets en zet ik zelf muziek eronder. En ik heb ook deze meegenomen. Bruin. Het is een bruine blazer. Nee, het is wel zwart. Het is wel zwart met heel donkerbruin. Maar hele mooie. En de combinatie, de voering is ook heel mooi. Een lichte kleur. Ook lekker. Mega. Mega oversized. I love. Dus dat is echt, hij kan dicht, maar ik doe het niet. Lekker lang. En gewoon heel mooi. Heel subtiel. Mooie kwaliteit. En ook echt ongedragen. Merk. HarveyLewis.com. Dus hier zou ik nog even laten zien. En dat is het label. Dus die heb ik inderdaad ook meegenomen. En die was ook inderdaad 5,95. Dit soort dingen koop ik meestal niet. Dat zie je mij niet echt snel aanschaffen in een kringel. Maar ik vond de kwaliteit gewoon heel erg mooi. Het ligt er bovenop, zie je dat? Heel mooi topje vind ik dit. En de kleur is lekker. Heel lekker het stormt echt heel erg. Heel mooi met cognac of met grijs wat ik nu aan heb. Dus echt een heel leuk topje. Nou, een Italiaans merk. Piazza Italia, women, I don't know. 2,50. Ook niet, geen hoge prijs. Mooi ritje aan de achterkant. En heel leuk om daarmee te leren. En last but not least, maar daar begon het mee. Oh, wat is dit leuk. Echt helemaal voor in mijn huis. Oh, I love, 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 love. Kijk, hoe, wat een prachtige. En ik heb ook zo eentje. En die is dus nog voor mijn ouders geweest. Die hangt hier in het huis. Oranje tint. Maar die is echt. Kijk, ik heb hier ook. Daar zie je eentje hangen. En misschien dat ik die wel vervang. Anders gaat deze ook gewoon aan het gaan. Want ik vind het echt heel erg leuk. Te gek. En de prijs is 6,95. Maar dit is wel een echte vintage. En ik hou van die kleurcombinatie. Oh fuck, die stickers is echt killing. Je hoopt altijd dat het zonder. Oh, het valt nu nog mee. Ik heb het nu eraf getrokken. Dat het allemaal meteen eraf gaat. Kijk, het is nog een heel klein stukje. Maar dan ga ik wel even eraf krabben. Ja, heel mooi. Een hele mooie hangpot. Echt te gek. En dan vind ik de prijs ook niet super hoog. Maar hoe leuk. Kijk hoe dat matcht ook weer met dat. Met het wandkleed qua kleuren. Oh, echt een hele goede score. Ik hoop dat je net zo genoten hebben als ik. En ik zou zeggen, blijf lekker warm binnen. Want regen en veel wind buiten. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot snel weer. Bye.